Yo gasten van Veldix en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Deze week ben ik weer in een verlaten locatie geweest. Dit keer was het een verlaten restaurant en het was echt super epic. Dus hebben jullie nou zin in? Laat dan even zoveel mogelijk blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 1000 duimpjes. Dat zou echt super vet zijn. Laat ook op het eind van de video een leuke reactie achter. En volg natuurlijk even op Instagram. Link in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, veel plezier met het kijken naar deze spannende video. Let's go! Ik moet een beetje hard praten, want hier langs mij is de snelweg. Dat is dus ook een groot nadeel, want als er dus een politieauto rijdt, zien ze ons gelijk over het hek heen glimmen. We moeten twee hekken overheen. Eerst het hek hier, dus dat gaan we als eerste doen. Ik doe wel even een vest dicht, man. Ja. Hey, serieus? Ja. Oké, let's go. Oh, dat gaat mis. Hoe doe je dit? Gewoon daar optrekken. Daar je hand. Nee, hier. En hier. Gewoon. Optrekken? Ja, optrekken. Zie, maar dat is een hele gevaarlijke pinnen. Nee. Ik doe wat. Ja, kom maar hier. Ja, nog een hek op. Kunnen we dan hier onderdoor ofzo? Ja, misschien. Zullen we hem proberen? Ja. Lukt dat? Ja. Lekker. Let's go. Oké, jongens, hier is het restaurant. We moeten even een plekje vinden waar we erin kunnen gaan. Ik zie al daar dat we misschien er onderdoor kunnen gaan. Dus ingang. Ja, is goed. Oké, ik heb even het licht uitgezet van de camera omdat hier de snelweg is. En ik zet hem dus binnen weer even aan. Omdat het anders echt riskant is wegens politie die we misschien langs rijden. Dus oké, even snel een plekje vinden. Volgens mij zit dat gewoon dicht nog, hoor. Oh, het is gedaan. Oh, oh govertje net! Kutzooi. Tyfus. Oké, camera maken. Zullen we gewoon doorgaan? Ja. Kan je daar boven, kan je er wel in komen, man. Oké, we staan nu aan de achterkant van het restaurant. We moeten even nog dit hek, denk ik, overheen. Die trap moeten we zijn, we moeten even over dit hek heen. Is dat stevig of niet? Nee man, het zit fucking los. Oké, we zijn op het dak, het is hier echt fucking nat. Het is wel kut, want ik heb hem net zo goed gedaan, als jullie zien. Mijn schoenen zijn ook nat geworden. Dus die gaan echt gewoon compleet naar de tering. Oké, okay, let's go. Wat is helemaal ingezakt hier? Oh, oh, is het terug? Holy shit, het hele is helemaal doorgebrand. Ja, we kunnen daarin. Ja, het is echt ziek, joh. Ja, dat is echt één grote elefant. Oh, maar het is hier ook helemaal, of is het hier echt zo? Oké, we staan dus nu op het dak in een soort van ruimte hier in het restaurant. Fucking kut, want net zagen jullie dat het andere gedeelte helemaal is ingestort. Dus ja, dat is echt fucked up. Serieus, dit kan elk moment instorten. Ja. Meestal in een verlaten huis, dan voel je je zeg maar niet veilig doordat het gewoon een raar sfeertje is, weet je wel. Maar dat heb je hier ook, plus nog dat het gewoon echt niet veilig is. Nee, inderdaad. Dat is echt fucking kut. Het is gewoon echt ingestort. Ja, het is gewoon echt ingestort. Dat is daar was het ook gewoon echt ingestort. Er is gewoon niks meer van over, joh. Hoe moet ik nog midden? Echt waar? Er is ingang gevonden. Holy shit. Oh, die gast, kijk eens in het dak. Dat is
gewoon engerot. Het is echt niet veilig. We gaan door, oké? Holy shit. Ja, dit is denk ik een soort van afvalbar, zie je het? Er zitten nog mensen rond, zie je dat? Wees nou zo ziek in zijn hoofd om dit over te zetten. Holy shit. Gast! Serieus? Oké, de pijl, zo. Zullen we het gewoon een spelletje spelen nog? Ja, is goed. Ik weet niet of het verstandig is. Nou, dat zeker niet. Jezus. Oh, die druppels, hoor je dat steeds? Je hoort die druppels op een soort van verrot hout vallen, waardoor het echt helemaal galmt en hol klinkt. Beetje voetstappen. Waardoor het echt voetstappen klinkt in. Wat te doen met brand? Dat is niet echt gelukt. Kijk! Nee, flikkel, daar ga ik serieus niet in. Echt niet. Holy echt shit. Niet. Gaan we doen? Nee, echt niet. Kom op. Ik ga. Kan toch niet, man? Als het één ding hoeft kapot te gaan en je bent dood. Serieus. En zo... Ja, maar het is wel echt zo vet. En ik wil het jullie echt laten zien. Ik wil het gewoon aan de kijkers. Die zijn nu zo benieuwd wat er is, toch? We kunnen het proberen, man. Ja? Oké, dat is goed. Schijn goed. Laat maar. Schijn goed, hè? Ik schrik gewoon de hele tijd. Ja, ik schrik. Oh, dat zit helemaal onder water, daar kunnen we niet in, man. Is het helemaal onder water? Wat zijn die hokken? Dat is de voorraadkast geweest. Gast. Zie hoe diep het gaat, hè? Even één tree en dan komen we nu naar boven. Dan zitten we gewoon erdoor. Oké, nu gaan we heel snel. Ja, een stuk hout. Maar dat weet ik niet. Waar kan er vandaan? Oké, er is gewoon niemand, Jim. Als we tegen elkaar blijven zeggen dat er gewoon niemand is. Oké, gaan we naar boven? Een beetje onderzoeken. Ja, we hebben alles al onderzocht. Dat hebben we net gedaan. Nee. Wel. Ik had hier. Het lijkt allemaal hetzelfde, joh. Oh, jas. Ik hoop dat er slaapt iemand. Nee, kom op. Nu vind ik het niet meer leuk. Nee. Deze papieren zijn... Dit zijn gewoon nieuwe papieren. Hier woont gewoon niemand. Haken. Het waren allemaal nieuwe papieren, gewoon een krat, bier, vers goud. Ja. Woont gewoon een zwerver. Oké. Okay. De mijnen vallen nog mee op zich, hoor. Ik val nog wel mee, ik ben helemaal doorweekt. Hey, je hebt stof schoenen vinden. Je hoort het. Lukt het? Oh. Dat was de verkeerde hek, deze zit veel lager. Wat dan voor gezegd? Dat was video weer voor deze week. Vonden jullie deze video nou echt heel erg spannend? Laat dan even zoveel mogelijk blauw duimpje omhoog. Zorg ook dat je even een reactie achterlaat hier beneden. Dat vind ik altijd super leuk om te lezen. En daarnaast wil ik jullie even vragen om mij te volgen op Instagram. Daar post ik regelmatig een fotootje op. Dus als je mij meer wilt zien dan elke zondag, kan dat natuurlijk. Abonneer ook op mijn kanaal, dan zou ik zeggen. Tot volgende week zondag, jongens. Later!